Ik denk dat hij de volgende trainer van PSV gaat worden. Wat heeft je het meest verrast dit seizoen in de Keukenkampioen-divisie? Het meest verrast. Ik bedoel, NAC die had 6 gespeeld, 18 punten. Ja. En die ging als de brandweer. En die hadden dan ook nog Immers erbij gehaald en Kai de Roy. En die wilden dat een beetje door gaan bouwen. En ja, die hebben hem wel flink voor de kiezer gehad met corona. Die hebben echt met Ella Lucci, die heel ziek geweest is. Lex Immers, Haaien, Reuzelen. Die hebben echt, en die jongens die zijn dusdanig ziek geweest dat die niet eventjes in 2-3 weken weer terugkwamen. Dus die hadden in 1 keer 4 wedstrijden 0 punten. Daar ook blessures erbij. Hè? Volgens mij Kai de Roy die zijn tweede wedstrijd al meteen. Ja, groot talent. Ik ben echt wel een beetje fan van Kai de Roy. Vorig jaar heel veel heb ik hem genoemd en eruit gepikt. Net als Kevin Valida, dat is een controlerende middenvelder van Den Bosch. Dat is ook een goeie. Dus ja, er loopt genoeg. Alleen de meeste eredivisieclubs, ik heb de indruk dat die liever in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika scouten. Terwijl er genoeg goede spelers om de hoek lopen. Ja, hoe kan dat, denk je? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, Denzel Dumfries die heeft 3 kilometer van de Kuip vandaan gevoetbald. Nou ja, dat is geen Messi, maar dat is wel een geweldige rechtsback voor de Eredivisie. Dus die had bij Feyenoord moeten spelen. Jean-Paul van Hekken, die nu bij Heerenveen speelt, Brighton heeft hem gekocht. Maar waarom koopt een van de top 6 clubs hem niet? Voor 2 miljoen, 1,8 miljoen geloof ik. Ik denk wel eens van... Ja, hoe is het mogelijk? Rick van Drongelen speelde ook bij Sparta. Die had ook in Nederland moeten voetballen. Omarsson zal iedereen ook wel weer te laat mee zijn nu. Ik bedoel, Kai de Roy is een klein risicootje, 5 ton. Jean-Paul van Hekken, 1,8 miljoen. Klein risicootje. Want die Jean-Paul van Hekken, die is over 3 jaar is die 30 miljoen waard. Nou, welk team wordt een verrassing dit seizoen in de Keukenkampioen-divisie? Nou, voor mij was vorig jaar Volendam al de verrassing. En ik vind dat zo ongelooflijk knap wat Wim Jonk daar doet. Yep. Linksback gaat weg naar Twente. Dan zetten ze gewoon een linksbuiten linksback. Derry John Merkin. Vind ik een geweldige naam. Huppatee halen. Moule Thierry. Niemand heeft nog ooit van Moule Thierry gehoord. En die doet mee en die schiet uit alle hoeken en standen binnen. Ze hebben een of andere Griek. Iniadokus. Nick Dodeman. 7 assists in 4 wedstrijden. Nou, wat is het geheim van FC Volendam, denk je? Wim Jonk. Ik denk dat hij de volgende trainer van PSV gaat worden. Oh, echt? Wim Jonk. Waarom ja. PSV? Hij heeft daar gespeeld. Hij heeft het daar heel goed naar zijn zin gehad, weet ik, van hem en zijn vrouw. Hij heeft daar heel prettig gewoond. Dus we hebben nu de Duitse Roger Schmid, hè, ja. Waar we nog steeds een klein beetje moeten afwachten of het echt dat Sturm und Drang voetbal echt snel ingepompt wordt. En daarna zou ik gewoon Wim Jonk nemen.